Welkom bij het verkeersjournaal van donderdag 18 september. We beginnen met werkzaamheden in de Rijkenstraat in Den Haag. De riolering in de Rijkenstraat zit inmiddels alweer 80 jaar in de grond en is dus toe aan vernieuwing. Begin van de maand is gestart met werkzaamheden in de Winkelstraat. En als de riolering is vervangen, dan wordt de straat ook opnieuw ingericht. Nou, de straat is vanaf de Laan van Meerdervoort afgesloten voor het verkeer. En het verkeer wordt omgeleid via de bekende gele borden. En de werkzaamheden zullen half oktober afgerond zijn. In Naaldwijk worden er leidingen en kabels gelegd in de omgeving van de Meester Jan Tunningstraat. Deze week wordt één rijbaan in de Meester Jan Tunningstraat afgesloten voor het verkeer. Tussen de Karel-Wiermanstraat en de Marokstraat. Ook zijn de stoepen en de parkeervakken tijdelijk niet toegankelijk. Volgende week dan wordt de Meester Jan Tunningstraat in dat deel wel geheel afgesloten. En verkeer wordt dan omgeleid via de omliggende wegen. Nou, deze week zijn er werkzaamheden gestart aan de Westduinweg in Den Haag. De tegels op het fietspad aan de Westduinweg worden vervangen door rood asfalt. En fietsers die worden omgeleid via het fietspad aan de overzijde. En verkeer kan gewoon langs de werkzaamheden rijden, maar dan wel met een aangepaste snelheid. Wilt u meer informatie of meedoen aan de prijsvraag Ratenstraat? Kijk dan op onze website, dat is omroepwest.nl. Dit was het. Heel graag tot morgen bij een nieuwe uitzending. Dag!